Oké, jongens. Wat ik nu op dit moment ga doen. Ik ga een. Dat weet hij zelf nog niet. Ik ga een prank uithalen met Tycho, oftewel Zilverprins. Wat ik ga doen is. Ik ga dadelijk met hem in een Skype-gesprek. En wat ik dan ga doen. Is ik ga zeggen dat hij. En. Wordt. Dat hij. Nee, wacht. Ik ga tegen hem zeggen. Dat ik. Erachter ben gekomen. Er is helemaal niks eigenlijk, maar dat weet hij niet. En dat ik door zijn acties en uitspraken eigenlijk hem niet langer in TTG wil. Grote bullshit natuurlijk. Maar dat zullen we maar eens op het eruit komen, want het wordt vreselijk hilarisch. Goedendag. Goedendag. Vertel eens, Tycho, hoe gaat het? Gaat goed met me. Ik heb vandaag geoefend voor mijn wiskunde-examen kansberekening. Of in ieder geval voor mijn examen het onderdeel kansberekening heb ik geoefend. En het gaat fucking goed door mij. Als in, ik snap het. Oké. Okay, dus ja, dat is weer iets. Dat is weer iets om van de lijst af te halen. Oké, okay, ja, dat is mooi toch? Ja, ja. En het grappige is, mijn Engels examen, dat is zoiets als... je weet hoe dat mijn Engels examen moeilijk te onderscheiden is van een echt... mijn Engels... accent moeilijk te onderscheiden is van dat iemand die echt Engels is voor mensen die niet Engels zijn, meestal. Yep. Tycho. Ja. Even over jou. Ja, sorry dat ik een week niet beschikbaar ben, man. Ik heb nu komende week vakantie. Ik kan je een hele week helpen in de tijd dat ik niet probeer te kijken hoe het met Michael gaat, omdat hij een tijdje is. Ja, lolpaar. Dat het al een tijdje niet zo heel mooi met hem gaat. Ik wil even kijken hoe met hem gaat. Maar voor de rest ben ik bezig. Heb ik in ieder geval tijd om je te helpen. Vanaf morgenmiddag weer. Ja, oké. Okay, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Oh. Als het niet dat is, dan voel ik... Ja, sorry dat ik niets geüpload heb. Sorry. Of is het dat ook niet? Nee. Oh, shit. Kijk, Tycho. Is dit... Is dit een goodbye? Ik weet niet echt of... ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben erachter gekomen, jong. Achter wat? Ja, gaan we niet grappig doen. Ik... Wat heb ik gedaan? Ik heb van een paar andere mensen gehoord dat jij een... beetje... De grap aan het doen bent met TTG. What the fuck heb jij het nu weer over? Ik heb met niemand ergens over gepraat. Ja, en toch heb ik keiharde bewijzen. Ik heb screenshots van Skype-gesprekken met van alle andere mensen. Welke andere mensen? Ja, dat weet jij zelf ook heel goed. Dat staat in jouw Skype-geschiedenis. Dude. Maar ik heb dus besloten om... Fuck jou, man. Wat ik ook gedaan heb, laat mij de screenprint zien. Want ik vind het geen leuke grap. Laat me een screenprint zien. Laat me zien wie het zijn. En ik zal ze één voor één vermoorden. Als dat nodig is om te bewijzen dat het... Dat ik dat niet gedaan heb. Wie is het die je dat gestuurd heeft? Vertel me eerst wie dat was. Tycho? Ja? Ik was nog niet eens klaar, maar it's just a prank, bro. Je weet... Oh my god. Je weet hoe ik het haat als mensen leugens over me verspreiden. Dat ik zelfs bereid ben die mensen te vermoorden. Dat weet je zelf ook. Ik heb deze reactie ook nooit verwacht. Ik was nog niet eens klaar. Tycho, zeg even hallo tegen de kijkers. Fuck jou. Oh god, dat had ik echt niet verwacht dit. Ja, natuurlijk. Ik dacht ik kan nog wel even verder gaan, maar je werd gelijk helemaal boos, jij. Ja. Des, even, ben je soms vergeten hoe vaak de schuld van dingen op me geschoven is tot het punt waar ik fucking doodbang ben dat mensen me pijn gaan doen alleen maar omdat... Om een leugen. En ja, ik kan er niet tegen als mensen leugens over me verspreiden. Ik word er doodziek van. Ik word er zelfs ja, zo ziek van. Dat ik liever die persoon die de leugens verspreidt het graf ziet delven. Het graf in ziet varen dan dat ik nog langer om die leugens moet leven. Dat is hoe erg ik haat als mensen tegen me liegen. Oké, okay, waar Tycho? Ja? It's just a prank, bro. Ja, en je weet hoe ik ben als mensen... leugens over me verspreiden. En dat is ook waarom ik... Je weet wel... Ja, maar laten we het over even die, leuk houden. Over dat... Laten we het nu even die leuk mails houden. En stuff die verstuurd worden over iemand... wel,
dat ik daar dus ook seriously die persoon over wil beschermen. Oké? Okay? Het is geen leuk iets. Ja? De opname staat aan. Laten we het even leuk houden. Ja. Ik ga ook niet op detail in, maar je zou onder andere wel moeten weten hoe erg ik het vind als leugens over iemand verspreid worden. Ja, in ieder geval, laten we het zo zeggen. Ik ga nu wel flink op moeder zijn, want je hebt nu eigenlijk best wel het recht om het terug te pakken. Ja, ja. Maak je geen zorgen. Vanaf nu ga ik iedere video waar je me instopt en alles wat live is beginnen met gewoon letterlijk met een kinderzang van het woord fuck op zo'n vals mogelijke toon. Right. Ja. En nou, kijk eens. Worden. Zeg maar even hoi tegen Tycho. Tycho, zeg even hoi terug. Nee. Niet hoi. Alles behalve hoi. Geen goede dag. Nou, oké. Nou, jullie horen. Tycho wens jullie vooral geen goede dag. Geen hoi. En hij hoopt dat jullie in de server doodgaan. Ik hoop dat de mensen die mij die geruchten over mij verspreiden doodgaan. Want dan zijn er al genoeg van. Right. Laat maar even een like achter, jongens. Dan weet ik tenminste of ik deze prank video's nog een keer moet doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters! Oké, hoe zeg ik dit uit? Ah, hier.